Welkom allemaal bij de opening van de tentoonstelling Oog voor de Mens door de Tijd Heen. Een bijzondere prestatie weer van onze werkgroep organisatie van de Heemkenkring De Heerlijkheid Oosterhout, die deze tentoonstelling in samenwerking met Wim Vermeeren heeft opgebouwd en die, om deze tentoonstelling te realiseren, kosten nog moeite heeft gespaard. Van deze gelegenheid maak ik ook graag gebruik om vooraf wat meer te vertellen over de Heemkenkring De Heerlijkheid Oosterhout. En daarna wil ik het woord geven aan Wim Vermeeren, die vervolgens weer de inleider zal voorstellen. Ik wil ook mezelf eerst even voorstellen. Onze Heemkenkring heeft een moeilijke tijd doorgemaakt door allerlei beperkingen die de coronacrisis met zich meebracht. Evenementen op grotere schaal waren niet meer mogelijk. En er zijn zelfs tijden geweest dat vergaderen nauwelijks mogelijk was doordat voldaan moest worden aan de afstandseis van 1,5 meter. Sinds de verruiming van de coronamaatregelen is het weer een beetje mogelijk om activiteiten uit te voeren zoals we dat ooit gewend waren. Niet alleen corona zorgt voor problemen die onze aandacht vragen. We kampen immers al langere tijd met een tekort aan ruimte. En in goed overleg met de gemeente hebben we zo'n 10 jaar geleden ons trefpunt ingericht aan de achterzijde van het gebouw aan de Zandheuvel. We hebben regelmatig overleg met de gemeente. Ik geef toe, bij de wat ouderen is het tot minder bekend, maar ik merk dat steeds meer mensen daar gebruik van maken. Ten slotte, ja, dit is dan het eind van mijn verhaal, wil ik graag Wim Vermeeren introduceren. Eigenlijk hoef ik hem nauwelijks te introduceren, want iedereen in Oosterhout die kent hem. Wim die is werkzaam geweest als fotograaf bij verschillende kranten hier in Oosterhout. En ik dacht, dat is het. Hij is fotograaf, maar nee, Wim is veel meer dan fotograaf. En in de loop van de dag zal het ongetwijfeld duidelijk worden. Beste mensen, ik vraag uw aandacht voor Wim Vermeeren. Ik heb niet zo gek veel te vertellen, want ik kan eigenlijk alleen maar plaatjes laten zien. Maar ik heb toch gedacht, ik wil toch iets heel duidelijk laten zien. Ik was een jaar of 8 en ik begon een beetje te schilderen op plankjes en toestandjes en kleine dingetjes. En uiteindelijk, olieverf was best duur in die tijd. En ik zat nog wel eens in geldnood natuurlijk, want ik had wel zakgeld, maar er was natuurlijk zo op aan die verf. Met het gevolg dat ik dan moest ik ergens anders een bron zien te vinden. Nou had ik een oma Vermeeren. En die, daar kon ik nog wel eens terecht om een paar centjes, een paar gulden of zo op de kop te tikken. En dan kon ik weer verf op. Om het een beetje duidelijk te maken, mijn oma was, ja, die leerde mij, zonder dat ze er zelf bij nadacht, dat je in het leven niet altijd je zin door kan drijven. En in het belang van jezelf, dikwijls, moet je dingen doen die niet allemaal even leuk zijn en... Ja, dat kan ik alleen maar uitbeelden door, ik heb daarvan, heel simpel. Ik moet nog even zien. Dit is de keukenmuur van mijn oma. Daar zit de spijker. En, ik kreeg van de mensen regelmatig weer geld om te schilderen. Tot ik op een gegeven moment dacht, ja, ik wil nou toch ook wel eens wat terug doen. Toen heb ik een schilderijtje van u gemaakt. Oh nee, Amerikaan. En dat heb ik ze cadeau gegeven. Ze zei, leuk.
maar er zit geen gat in om op te hangen. Ik pakte een schaar, maakte er een gat in. Ze haalden dit en ze hingen hem om de keuken op de keukenmuur. Maar die spijker zat al. Wat was nou het probleem? Daar hing, wees slim, gebruik glim. Dat was een schoenpoetsdoosje. Zat er dit al opgehangen? Een schoenpoetsdoosje. Dat was eigenlijk ook wel belangrijk voor haar. En ze zei... En dat heeft zo'n jaar, hè, heeft het in de keuken gehangen. Nou had ik twee dingen kunnen doen en ik had daar natuurlijk op in kunnen gaan. Ik had tegen mijn oma kunnen zeggen van, ja, oma, maar daar hang je toch niet voor een schilderijtje wat ik voor jou gemaakt heb. Maar oma had daar geen problemen mee. En ik toen ook niet meer. Want ik wist dat er op een gegeven moment, ja, dat er concessies gedaan moesten worden in het leven. Dat begon ik met mijn 8 jaar, door dit kistje en dit schilderijtje, begon ik dat te leren. Ja, en ik moet even spieken jongens, want ik ben geen spreker. Ik was mijn oma daar eigenlijk best wel dankbaar voor. En voor de rest heeft dit ding mijn hele leven eigenlijk wel een beetje karakteristiek, heel dikwijls in gedachten geweest. En vooral voor mijn gezin. Want ik heb dit kistje heel dikwijls bij hun voor hun neus gehangen. Maar niet in mijn wagens. Ik stond daar niet zomaar stil. Maar het is wel zo. En daarvoor bedankt, Marian, Sas en Isabel. Dat was het. Maar de janken de rood er niet bij. Vicevoorzitter, Heemke de Kring. Ja, vicevoorzitter, hè, want je bent op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ik heb al net aangegeven dat je mij niet dat hoeft te vragen. En Wim, beide hartelijk dank voor jullie verhaal. Zodat we allemaal weer eens een keer precies weten wat de Heemkundekring voor Oosterhout betekent, heeft en zal gaan betekenen. Want geschiedenis wordt steeds belangrijker. Om het verleden te kennen kun je de toekomst bepalen. En Wim, jij zeer bedankt voor je ontzettend leuke, je hebt me gisteren ook mee verteld, anekdote van oma Vermeeren. En uiteindelijk kom je dan uit bij je eigen gezin en de dankbaarheid die erbij hoort en de gebruikelijke emotie. En terecht, en dat neemt niemand je ook kwalijk. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk en eervol, Wim, dat je mij gevraagd hebt om deze expositie te openen. Nou kun je dat doen met een breed handgebaar. Dames en heren, gaat u rustig kijken, hier is hij. Maar ik heb bedacht dat ik toch iets wat meer wil vertellen. En er zijn natuurlijk al sprekers voor me geweest. Ik zal uw geduld niet al te lang op de proef stellen, maar ik wil toch een paar dingen gezegd hebben. Een soldaat, gebouwd uit allerlei onderdelen die Wim aan elkaar heeft gelast. En 2 monumentale werken die daarbij staan met ketenen. En Wim was in ieder geval door die golfoorlog met Saddam Hussein als dictator getroffen door die oorlog, maar ook getroffen door het fenomeen dictatuur. En dictatuur betekent voor Wim, en terecht dat hij dat op die manier heeft laten zien in zijn manier van werken, is dat je geketend wordt. Geketend als kunstenaar, geketend als architect, getekend als schrijver en vaak ook bloedig onderdrukt. Die paar zinnen komen in die 3 werken heel nadrukkelijk tot uiting en ik stel u toch voor om daar straks als u vertrekt of al wandelend zo meteen daar toch even langs te lopen met deze woorden in gedachten die met mij in 1 keer in de associatie kwamen vanochtend in de krant. Dames en heren, fotografie is een ambacht. Met onze iPhone maken we natuurlijk heel snel filmpjes en kleine fotootjes. En ik doe dat maar in de categorie kiekjes. Een echte foto, daar is over nagedacht. En ik noem het wel eens een keer, fotograferen is de filosofie van de wijsvinger.
Wanneer laat je die wijsvinger dalen op dat kleine knopje om op dat moment vast te leggen dat je graag wil? Het is een ambacht om met de belichting, de sluitertijd, maar ook met het diafragma. Ja, Jules, ze komen allemaal weer langs de begrippen. Dankjewel voor het duimpje. Het zijn die begrippen die automatisch in de hand van de fotograaf liggen besloten om op dat moment te doen. Maar dat is de techniek. Maar aan de andere kant heb je ook dat moment om dat treffend vast te leggen. En Wim heeft dat 50 jaar met verven gedaan. 50 jaar lang heeft hij gefotografeerd, heeft hij gebeurtenissen vastgelegd, heeft hij mensen in hun typische positie weten te fotograferen. En dat is een kunst. Een kunst om dat op die manier te doen. De kunst, Wim, om dat in een donkere kamer, de eerste periode van de fotografie, ook dat op die manier een foto te ontwikkelen. Altijd een heel mooie gebeurtenis dat je een stuk papier in een bad legt en langzamerhand ontstaat dan een beeld. Het lijkt wel magie en het is ook een magie, maar het is ook de kunst om het allemaal goed te doen. En Wim, je kocht je eerste doka voor 150 gulden aan spulletjes. En die 150 gulden had hij bij elkaar gesprokkeld door zijn racefiets, want hij was amateurwielrenner. Om die racefiets te verkopen en met de opbrengst daarvan heeft hij dan uiteindelijk zijn spulletjes gekocht voor de donkere kamer. En daarmee kom ik straks wel inderdaad van de man die zoveel kwaliteiten heeft. Onder andere ook wielrennen. Wim, daar heb jij nog een andere kunst aan toegevoegd. Je hebt net al iets verteld over het schilderijtje van dat jij bij oma Vermeer had weggelegd. En de levenswijsheid die je daar hebt uitgehaald. Maar de andere kunst die je op die manier sinds je 18 jaar bent gaan beoefenen, is die schilderkunst. En als u rondloopt, dan zult u het ook zien dat hij werk heeft gemaakt à la Van Gogh, maar ook werken die eigenlijk wat mij betreft een associatie oproepen met Karel Appel. Heel breed georiënteerd, heel veel vaardigheden ook in zijn schilderkunst op die manier zijn te zien hier. En dan komt het verrassende, dan weet Wim op een of andere manier, bijna op een magische manier, weet hij dan de schilderkunst te combineren met de kunst van het fotograferen en het juist afdrukken. En dat kan met de huidige techniek, met Photoshop kan heel veel. Maar uiteindelijk is het dan deze werken die hier staan, allemaal in een wat mooie bruinachtige kleur, sepia kleur. En dan zult u zien dat in eerste instantie op het verkeerde been wordt gezet. Is het nou een schilderij of is het een foto? Nee, het is beide. En dat is het knappe, om op die manier die foto als het ware op linnen af te drukken, vast te hechten. En vervolgens dan met de schilderskwast daar een sfeer omheen te zetten. En dat doet hij heel geraffineerd met hele kleine penseelstreekjes om het Napoleonpad, de kleine keitjes, over te laten lopen van de foto naar zijn realisme en dus de schilderkunst. Maar aan de andere kant ook met krachtige penseelstreken, u kunt die voorbeelden hier achter mij zien, waarin hij dan de sfeer eromheen weet te creëren. Het is niet vaak getoond, denk ik, in Nederland om op deze manier die combinatie met fotografie en schilderkunst, met het raffijne scherpen van het portret van de foto's, bekende Oosterhouters, bekende Nederlanders die hier in Oosterhout zijn geweest, die jij in die afgelopen 50 jaar mocht vastleggen. En je hebt een hele lange carrière gemaakt, want je vertelde me dat je ooit bent begonnen op Sint-Joost, in de opleiding reclame en etaleren. En ondertussen moest je toch nog een paar centjes bijverdienen en dat werd dan fotograferen. In de leer en in de kunst van Piet van Beckhoven meegedraaid. Met Piet van Beckhoven weer weggegaan, om een goede reden overigens. En volgens met een fotozaak 5 jaar in Maden begonnen. Was ook niet het grootste succes. Je moet je man niet in de winkel zetten, want dan ben je dus op die manier gevangen. Vervolgens is hij naar Betsy Clouin gegaan in Dongen. Wie kent ze niet in deze regio? Betsy Clouin, een begrip hier in deze regio en zeker in Dongen. En om op die manier indruk te maken in Dongen en te laten weten dat Wim Vermeer in Dongen rondloopt met een fotocamera en een fotografenwinkel. Dat betekent in ieder geval dat hij ook nog ging racen met zijn NSU. Op de ovale ronde in op die manier de centjes ook met elkaar en de bekendheid te maken. En uiteindelijk heeft hij zijn NSU half gesloopt en de onderdelen van de NSU zitten ook weer in de soldaat van het front dat hier staat. En zo zijn cirkels vaak rond te maken bij Wim. Maar toen Wim met Marianne trouwde in 1970,
was het huwelijkscadeau nog niet echt aan de orde, want de centjes moesten toch aan het meubilair worden uitgegeven. Maar op een gegeven dag, het was in Geertruidenberg of all places, met een kofferbakverkoop, dat hij daar een hele mooie comptoise klok zag die Marianne toen de tijd zo graag wilde hebben, maar het geld er niet voor was. Na lang onderhandelen, met nul resultaat, heb je uiteindelijk voor 100 gulden daar een comptoise klok gekocht. En dat was het begin van een nieuwe fase in jouw multitalent. En het is ondertussen, dames en heren, hij heeft 70 comptoise klokken thuis hangen. Die gelukkig niet allemaal lopen op dit moment. Ze kunnen wel lopen, maar ze slaan niet. Want anders, zei Wim gisteren, dan kunnen ze de carillon hier in de stad wel weghalen. Wim, ik ken je heel lang. Wim, ik heb je ook altijd gerespecteerd als fotograaf. Je was aanwezig, maar nooit opvallend aanwezig. En je wist op het juiste moment de knop in te drukken om dat op de gevoelige plaat vast te leggen. Wij zijn Oosterhoutje erg dankbaar dat je al die momenten hebt kunnen en willen vastleggen. Het boek wat daar vooraan ligt is 40 jaar Wim. Er is nog 10 jaar bijgekomen. Maar het betekent wel dat wij hier in Oosterhout op die manier nog steeds met plezier kunnen terugkijken naar al die verschillende momenten die er zijn geweest. Naar al die mensen, prominente Oosterhouters, maar gewone Oosterhouters, hebt vastgelegd. Vastgelegd voor de toekomst. Vastgelegd voor ons. En dat is mooi de combinatie met de Heemkundekring. Het is de geschiedenis die uiteindelijk bepaalt wat de toekomst gaat worden. Met deze levenswijsheid wil ik graag de expositie van Wim Vermeeren, geholpen door de Heemkundekring, voor geopend verklaren. Ik wens u heel veel kijkplezier. En nog veel belangrijker is, zegt het voort dat deze tentoonstelling nog een aantal weken hier in de Bussel te zien is. En ik denk ook zeer de moeite waard is om hem te bekijken. Ik dank u wel voor de aandacht en het geduld om er steeds naar mij te luisteren. Want ik zag de blik al afdwalen naar de werken naast mij en terecht. Ik houd mijn mond, ik laat u lekker wandelen. Dank u wel. Heel graag gedaan. Ja, dat klopt. Wij voeren voor het inhoud. Stanislaus. Stanislaus.